Het is voor mij een genoegen om hier eh, bij de opening van deze toch wel bijzondere dag, eh, eigenlijk namens waterschap Friesland eh, u allen eh, welkom te mogen heten. Eh, het is een hele mooie dag eh, voor wat het weer betreft. Het is ook een hele mooie plek. Eh, een hele mooie locatie. En ik hoop dat voor degene die dat nog niet weten, dat die vandaag ook gaan ervaren dat het een hele eh, bijzondere, bijzondere plek is. Vanochtend. Eh, heb ik even met een aantal mensen gesproken en zo waar, en dat had ik eigenlijk wat minder verwacht van dit gezelschap, zo waar waren er een paar mensen die waren nog nimmer bij het Woude Gemaal geweest. Nou, ik denk dat kan haast niet, dat kan toch niet waar zijn. Euh, zeg maar, het Woudagemaal, gemaal, een begrip in, in waterland. Het hoort eigenlijk bij een stukje algemene opvoeding dat je dat de eerste 15 jaar. En dan zal ik niet te zeggen uit welke provincie deze mensen wegkwamen. Maar ze zitten hier in de zaal. Maar goed, wij zullen daar vandaag proberen aan te werken. om, om die kennis weer wat op te vijzelen. Euh... Uh, zodat, uh, zeg maar, misschien het van deze mensen wel een tweejaarlijk stripje wordt om even de ontwikkelingen uh, mee te maken in, in het Friese. Nogmaals, welkom. Ik ben vereerd dat er toch een mooie en een grote groep geïnteresseerde uh, mensen hier, uh, hier aanwezig is. Um, en u bent eigenlijk aanwezig uh, in de trots van onze uh, waterschapsorganisatie. Um, ik denk wel dat ik met recht uh, kan stellen uh, dat ons waterschap een hele rijke historie heeft voor wat betreft de erkenning en de onderkenning uh, van het belang van waterstaatserfgoed. Um, ons unieke woudegemaal, dat in 1998 eigenlijk de status heeft gekregen van Werelderfgoed, is misschien wel het mooiste voorbeeld ervan. ...dat wij in Nederland het uh, nodige uh, kunnen ondernemen op het gebied van waterstaatswerken. Uh, um, wij hebben in Nederland, uh, zeg maar sinds, sinds jaar en dag, uh, op het gebied van watermanagement... ...hebben wij geprobeerd uh, ons steentje bij te dragen. En, en eigenlijk, uh, het Woudegemaal symboliseert uh, deze kennis op een hele mooie en hele goede manier. Want um, het gemaal waar, waar u uh, vandaag uh, te gast bent, waar u vandaag op bezoek bent, um, dat is niet gebouwd eigenlijk om een, uh, uh, een polder aan te leggen of een stuk uh, land te winnen. Nee, dit, dit gemaal is, is ooit aangelegd. Het is in, um, in 1920 in gebruik genomen, uh, eigenlijk om het watermanagement in Friesland uh, in betere banen te leiden. En, en dat is best uh, heel bijzonder. Het was destijds en uh, toen het in gebruik is genomen, het was een sublieme oplossing voor de problemen die zich uh, in die tijd voordeden. Um, een groot deel van Friesland in die tijd stond zwintersblank, uh, uh, um, en dat gaf ook de navolgende problemen uh, met zich mee uh, van het blankstaan van de landerijen. Enerzijds natuurlijk veiligheid. Die in het geding was, maar eigenlijk nog meer eh, boeren moesten ook de kans krijgen om hun landerijen beter te bewerken zodat er meer eh, monden gevoed konden worden. En, en zeker eh, in de periode eh, na de Eerste Wereldoorlog, maar ook zeker na de Tweede Wereldoorlog, waren de overheden als geen ander zich van bewust dat, dat voedselskaasten en nog erger, en, en hoe actueel kan het soms zijn, eh, leidt tot onrust en in het Ergste geval dat oorlog. Maar terug naar ons woudegemaal, ons stoomgemaal. Nog steeds uh, speelt deze. Uh, nou Wij zeggen vaak in Friesland: uh, deze oude dame, en ik weet ook niet waar, waarom we ervoor gekozen hebben, maar met haar imponerende machines speelt een rol van betekenis in het uh, waterbeheer van Friesland. Um, Zij doet het uiteraard niet alleen. Want hebben we in heel Nederland een dik 4000 gemalen, we hebben er een dik duizend in Friesland staan. En ik wil er nog eentje van noemen, uh, van die duizend. En die naast het Woudengemaal een hele belangrijke rol speelt in het waterbeheer in Friesland. En dat is het Hooglandgemaal in Stavoren. En dan ben ik eigenlijk uh, van 1920 heb ik de stap gemaakt naar uh, 1966 toen het Hooglandgemaal in gebruik is genomen. En... Uh, ook deze bouw uh, was bijzonder, um, want men vond dat het watermanagement nog beter geregeld kon worden. Want eigenlijk het Hooglandgemaal en ook het uh, Woudegemaal zorgen eigenlijk voor de ruggengraat, die faciliteren de ruggengraat van het watersysteem uh, van Friesland. Um, en als je nog even uh, daarover doordenkt. Um, en dan, heb je, dan moet je het nog even breder kijken voor waterbeheer in Friesland. Niet alleen de Gemalen, maar ook de Afsluitdijk en ook het Lauwersmeer. Want deze net door mij vier genoemde zaken. Dan heb je het over het Hooglandgemaal, je hebt het over Woudergemaal, je hebt het over de Afsluitdijk en het Lauwersmeer. Die stellen, uh, stel dun, uh, Friesland in staat um, uh, om het waterbeheer uh, binnen een heel klein kader... Um, Invulling te geven. Zeg maar, dat wij ons boezemniveau zo nauwgezet uh, kunnen, uh, kunnen handhaven, dat komt door deze vier genoemde zaken, waarin eigenlijk um, het Woudegemaal een hele belangrijke betekenis heeft gehad. En praat je over werelderfgoed en waterstaatswerken. Hoe bijzonder is het dan nu eigenlijk weer dat wij binnen Waterschap Friesland kort geleden een pijlbesluit hebben vastgesteld waarin we de dynamiek. In het water in Friesland weer wat terug willen. Uh, en, en dat symboliseert meer tijden hebben tijden. Tijden hebben eigen opvattingen. Um, binnen binnen uh, wettelijke Friesland zijn we er ook van overtuigd dat die verhalen van achter deze werken uh, een bijdrage zijn tot kennis over het waterbeheer. En, en in het algemeen uh, verklaren zij ook waarom in bepaalde tijd bepaalde beslissingen. Werden genomen. En die tijden uh, hebben tijden in zijn vries of op zijn Fries, Tien habatien. Spreek ik dat goed uit, uh, de jong? Ja. Oké. Okay. <laughs> Want kijk, ik voel me een echte vries Een oh, open top vries, Maar ik kom uit de stellingwerven. Oh. En, en dat verhaal kent u allemaal. Ja. Um, maar open top fris voel ik mij. En ik voel me hier als een vis in het water. Tien habatien. Maar dat wil niet zeggen dat wij ons als geen ander bewust zijn van de keuzes die gemaakt zijn om techniek in te zetten in het waterbeheer. Maar keuzes waren, dat het keuzes waren die pasten in het denken en doen van die tijd. En zo zullen ook toekomstige generaties aankijken tegen de keuzes die we nu weer maken. Want heb ik het over het hoogland gemaal. Uh, van uh, 1966. Uh, ik heb het over het Woudengemaal gemaal van 1920. We hebben zeer recent is de, is de heining opgeleverd. Die, uh, dat is eigenlijk een, een, een zegemaal. Um, en die is in de dijk geplaatst. Nou, Ik denk als je honderd jaar terug dit soort opvattingen uh, zou hebben willen bespreken, dat de ontvangst op zijn minst een beetje uh, afkeren uh, zou, zou zijn geweest. Maar uh, pratend over uh, die historie van 1920, 1960 naar, naar het heden. Uh, het werelderfgoed is voor ons een hele mooie verbindenis van het leren vanuit het, het mogelijkheid, vanuit het, verle leren, vanuit het verleden. Uh, zij symboliseren uh, de weg naar het heden. En over 50 jaar, of over 100 jaar. Zal men eigenlijk net zo weer tegen onze beslissingen aankijken, veronderstel ik, dan dat uh, wij tegen de afwegingen 150 uh, en zeer recent hebben aangekeken. Tijden hebben tijden. En met deze uh, woorden, tien, uh, wil ik deze dag uh, vanuit mijn kant, uh, wetenschap Friesland Bestuur, openen. En ik hoop dat we met z'n allen een hele mooie dag hebben.